Hoi, welkom bij weer een nieuwe examentraining. Dit keer over weer en klimaat voor klas 4 MAVO. Ik ben mevrouw De Roo en ik neem je mee in deze training. Wat gaan we nou precies doen? Het is een examentraining over weer en klimaat, zoals ik al zei, en het gaat over Nederland en het bevat vijf vragen. De bedoeling is dat jij ook meedoet. Spak dus alvast pen en papier en zet de video op pauze op het moment dat ik de vraag heb voorgelezen. Dan ga jij zelf het antwoord opschrijven. En uh, daarna ga je dus ook kijken: van, hey, Heb ik het goed gedaan? En dan ga je door naar de volgende vraag. Laten we beginnen. Vraag 1. Bekijk bron 1. In het dal bij deze berg is het op 1900 meter 0 graden Celsius. De top van deze berg is op 3400 meter. Wat is de temperatuur op de top van deze berg? En dan kan je kiezen uit A, B, C en antwoord T. Zet hier eventjes. Video pauze en dan ga ik je nu het antwoord geven. Want wat is nou het makkelijkste met dit soort vragen over die temperatuur is dat je hem gaat tekenen. Dus ik hoop ook dat je dat gedaan hebt en dat mag je ook gewoon op je examenblaadje doen. Maar hoe werkt het nou precies? Nou, de regel voor de hoogte en de temperatuur is per 1000 meter omhoog wordt het 6 graden kouder. Dus hou er 6 graden af. Nou, als we dan deze berg tekenen, dat heb ik even voor jullie gedaan, dan um, heb ik eventjes de top getekend waar we het over hebben. En natuurlijk die 1900 meter die in het verhaaltje staat. Daar stond bij dat het 0 graden Celsius was. En we gaan dan eerst eventjes 1000 meter omhoog. Want per 1000 meter is het dus 6 graden kouder. Dus let op: als wij 1000 meter omhoog gaan, dan komen we op 2900 meter. Dan gaan we er dus 6 graden vanaf. Dan kom je dus op min 6. Dan moeten we nog een stukje omhoog van 500 meter. Dat betekent. Dat 500 meter is natuurlijk de helft van 1000 meter, dus dan gaan er nog 3 graden vanaf. En dan kom je uiteindelijk op min 9 graden. Dat antwoord staat er gelukkig bij. En dat is antwoord B. Dus als jij dit zelf doet, teken gewoon even simpel een bergje en reken het uit. Dit kan met of zonder rekenmachine, maar zorg in ieder geval dat je hier geen fout in maakt, want dit is eigenlijk een vraag die je makkelijk goed kan hebben. We gaan door naar vraag 2. In Nederland komen in elk jaargetijde periodes voor met een hoge luchtdruk. Bij een hoge luchtdruk zijn de bevolkingsgraad en de straling anders dan bij een lage luchtdruk. Wat is juist? Nou, voordat ik dit ga doen, jij kan even de vraag lezen met alle meerkeuzeantwoorden, ga ik je even wat uitleggen. En dat is dit. Nou, let op. Want het is wel handig dat jij goed weet wat een hoge luchtdruk natuurlijk betekent. Het betekent rustig weer, weinig wind... En meestal geen neerslag. Let op, het heeft niks te maken met de temperatuur. En dat wil ik ook even laten zien met deze plaatjes. Want deze drie plaatjes hebben allemaal een hoge luchtdruk. Nou, je ziet hier geen wolken bij alle drie de plaatjes. Je ziet helder weer. En uh, je ziet dus ook dat het niks te maken heeft met de temperatuur. Want het kan dus op een berg ook een hoogdrukgebied zijn. Waar ze aan de skiën zijn en het dus waarschijnlijk onder nul is. En. Um, dit is bijvoorbeeld gewoon een akker in Nederland en dit is weer een Caribisch gebied. Dus zo zie je dat een hoog luchtdrukgebied betekent gewoon dat rustige, heldere weer, weinig wind, geen neerslag en die temperatuur, dat is iets anders. Dus als je goed leest en hebt gelezen natuurlijk, dan is alleen het goede antwoord dat het is C, want bij een hoge luchtdruk is de bewolkingsgraad lager, want er zijn dus geen wolken bijna. En die UV-straling die is hoger, want er zijn geen wolken die tegenhouden dan bij een lagere luchtdruk. Dit zijn vragen die je echt gewoon op je examen even heel rustig moet lezen. Neem er de tijd voor om het even goed te begrijpen wat er bij elk stukje staat. Ik denk dat je dit best wel kan. We gaan door naar opgave 3. Bekijk bron 2. Leg uit met een gegeven uit bron 2 dat op 12 november wel neerslag viel en de week na 14 november niet. Doe het zo. Noem eerst het gegeven uit bron 2 dat zorgde voor deze weersverandering. En geef daarna de oorzaak waardoor dit zorgde voor de verandering van neerslag naar droog weer. Zet de video hier maar even op pauze, want dan ga ik jullie het antwoord geven. En je kijkt eerst even naar uh, het bovenste kaartje. En daar staat ook heel duidelijk dat deze voor maandag 12 november is. Dus dat is het eerste stukje van de vraag. Dan zie je dat uh, het schemaatje hieronder begint met 14 november. Dus er is een verandering in deze, tussen deze twee kaartjes. Als je heel goed kijkt, dan zie je de verandering vooral in de windrichting zitten. Want je ziet dat die windrichting compleet draait. Dat zie je hier zo. En um, je kan ook zien waar de windrichting hier is. Uh, dus die, door die draaiing van de windrichting krijg je een weersverandering. En wat gebeurt er nou in Nederland als de wind draait? En in dit geval zie je dat de pijltjes. Die kant op wijzen, dus dan zou de wind vanaf deze kant komen, dus vanaf land. En dan wordt er dus drogere wind aangevoerd. Want de wind die van zee komt, neemt vaak uh, meer condens mee, dus meer waterdamp, en regent dus sneller uit. Dus doordat de wind van land komt, minder kans op regen. We gaan door naar de volgende vraag. Vraag 4 alweer. Bekijk bond 3. Welke weerfactor had de grootste invloed op de temperatuurverdeling? In Nederland op 15 december 2010. Dan kan je kiezen uit a de breedte ligging, b de hoogte ligging of c de invloed van zee. Zet hier de video dan even op pauze en dan ga ik het antwoord aan jullie geven. Uh, want uh, Nederland is niet zo'n groot land, dus de breedte ligging verschilt niet echt. Hoogte ligging, ja, we hebben natuurlijk niet echt bergen. En uh, de invloed van zee, dat is hetgene uh, waar het om gaat. Want wij hebben echt een goede invloed van de Noordzee. Uh, die zorgde echt voor dat het in de winter relatief warm is langs de kust. Dus heel dat westen, dus helemaal tot aan uh, deze Waddeneilanden, um, is nog boven nul. En hoe verder je land inwaarts komt, uh, dan is die invloed van zee minder en gaat het dus onder nul worden. Dus in dat blauwe gedeelte is het net onder nul. En in dit paarse gedeelte wordt het vrij koud. Dus um, dan kom je uiteindelijk op antwoord C terecht, want de invloed van de zee is in Nederland heel groot. In de zomer zorgt het overigens juist voor koeler weer en in de winter zorgt het voor ietsje warmer weer. En dan bedoel ik met warmer weer dat het warmer is aan de kust dan in het binnenland. Maar nog steeds vinden wij het natuurlijk in de winter wel koud. Maar er is dus wel een temperatuurverschil. Laten we doorgaan naar vraag 5. Opgave 5. In verstedelijkte gebieden in Nederland valt over het algemeen meer neerslag dan in landelijke gebieden. Even voor jullie, landelijke gebieden is hetzelfde als het platteland. Beredeneer, neer, dus leg uit, waardoor dit komt. En doe het zo. Geef eerst aan of het in verstedelijkte gebieden warmer of kouder is dan in landelijke gebieden. En geef daarna een oorzaak waardoor dat leidt tot meer neerslag. Oké. Okay. Jij zet de video even op pauze en dan ga ik je nu het antwoord geven. Ik zal hem even in beeld zetten. Um, als eerste zet je neer dat het warmer is. En doordat het warmer is, zal de lucht opstijgen, vindt er dus condensatie plaats, dus gaat het regenen. En daardoor is de kans op neerslag groter. Dus doordat het in de stad warmer is, stijgt lucht op en krijg je dus neerslag. Dit zijn de vijf opgaven die gaan over Nederland. Dit is alweer het einde van deze examentraining. En wil je nou ook nog een examentraining over Spanje en over de Verenigde Staten? Volg dan dit kanaal. En ik wens je verder veel succes met leren.